Vrienden, kom ik toch ineens in een argument terecht met Jut. Ja, en dat begon met die Soedos. Ja, die cabaret mevrouw. Ja, die zag ik bij die Lubach. En die ging daar eventjes de gram halen bij Joep van de Hek. Ja, want die had over haar gezegd. Die Joep had gezegd dat hij haar helemaal niet grappig vond, die Soedos. En dat hij nooit om haar moest lachen. Nou, daar had hij wat gezegd hoor, onze Joep. En dan ging zij, die ging daar bij Lubach. En die Lubach die gaf haar ook alle ruimte. En volkomen kritiekloos, dus kennelijk had hij ook nog een rekeningetje openstaan met die Joep. Nou, in ieder geval, die ging daar even los. En dat werd me daar een gênante vertoning. Want zij dacht dan, zij ging zogenaamd zeggen van ik dacht dat die man al overleden was. En allemaal die, weet je wel. Nou ja, het... Pijnlijk, maar 10. Want ik bedoel, zij moet zich gewoon heel rustig houden. Mag nog niet in de schaduw staan van de Joep natuurlijk. Maar goed, in ieder geval, dat was er aan de hand. En toen kwam ik ineens in een discussie terecht met Jut. Want ik zeg, nou waarschijnlijk heeft de Joep wel gelijk. Ja. Ja, ik zeg, want vrouwen zijn niet zo verschrikkelijk grappig, schuine streep, geestig. Nee, zeker niet als ze op een podium gaan staan, want dan wordt het allemaal een beetje zo. Nou, hup, dan ging Jut natuurlijk vol erin. Hoezo zijn wij niet grappig of geestig? En nee, jij bent lollig. Ja, die krijg je die dan gelijk terug. En die krijg je een hele tirade van, wat denk je wel? En nou, die, en het ging maar door. En ik zei, ja, maar luister, ik moet gewoon niet lachen om vrouwen op een podium. Ik zeg, jullie kunnen heel erg goed zingen en jullie kunnen heel goed acteren en dat kan allemaal wel. Maar jullie moeten niet grappen gaan doen. Want het ziet er dan ook niet uit meestal. En dan gaan vrouwen rare gezichten trekken en rare stemmetjes opzetten en noem het al. Oh, weet je wel. En, nee, ik zeg, humor en vrouwen, zei ik nog. Ja, die hebben een beetje een stroeve relatie, riep ik nog. Oh, dan ging Jut weer. En toen zei zij van, ja, maar jij moet toch wel eens om mij lachen. Ik zei, ja, maar dat is heel iets anders. Dat heeft niks te maken met grappig, schuine streep, geestig. Wij mannen en ik ook, wij moeten om jullie lachen, om wie jullie zijn en wat jullie zijn en hoe jullie zijn. Het vrouwwezen, daar moeten wij om lachen. Ja, maar dus jullie zijn gewoon lollig, jullie zijn gewoon heel erg leuk. Dat is het gewoon. Ik zeg maar dat, ja... Nou ja, dat... Goh, man. En toen was ze echt... Ja, en toen zei ze... Oh. Dus als ik het goed begrijp... Ik zei, ja, als je het goed begrijpt, ja. Dan zijn wij dus niet grappig, schuine streep, geestig. Ik zeg, dat klopt. Dat is juist. En ze zei, oh, maar wij zijn alleen maar lollig en leuk. Ik zeg, en dat klopt ook. Nou, en toen... Kreeg ik een diepe zucht en kreeg ik een zoen.